Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is maandagochtend. Marco heeft Sarah naar school gebracht, dus ik ben alleen thuis nu. Ik ga even snel boodschappen doen en daarna wil ik nog heel veel dingen doen hier, maar dat gaan jullie zo zien. Eerst nu even snel boodschappen. De boodschappen, ik heb mandarijntjes gehaald, paprika, rozenlef, ham en kaas, rijstwafels. Dit zijn kiwis, lychees, appels, bananen. Brood was niet heel handig om erop te leggen. Pasta saus. Even een beetje gepret, maar goed. En een pak yoghurt. Zo, boodschappen zijn gedaan. En ik wil mijn kledingkast even helemaal uit gaan zoeken. Ik wil natuurlijk altijd ruimte hebben in huis. En ja, er hangt heel veel kleding bij welke ik eigenlijk toch nooit meer draag. Ook heel veel dingen die ik zat ben. Of al heel lang hangen die niet eens meer passen. Of wat dan ook. Dus ik ga die hele kast leeghalen. En dan ga ik alles gewoon één voor één af. Ik hoop dat het me vandaag lukt om klaar te zijn. Want ik ga het allemaal op bed leggen. En dan moet ik natuurlijk vanavond slapen. Dus dat ga ik zien. Maar ik ga in ieder geval nu snel beginnen. Dit achter me heb ik nu leeg en ik heb alles op bed gelegd. Dit is nu de stand van zaken. En op de achtergrond lekker de wasmachine, die draait ook nog. Daar zit ook nog een klein beetje kleding in voor mij. En nu ga ik dus die stapels één voor één uitzoeken. En echt even proberen kritisch te zijn. Ik ga eens kijken ook als ik die 100 stuks regel toepas, hoe ik dan uitkom. Dus bij de 100 stuks laat ik het even zien. Ik denk niet dat ik dat genoeg ga vinden, maar ik wil wel heel veel wegdoen. Dus ik ben benieuwd hoe ik dadelijk uitkom. Het gaat een stuk beter dan verwacht. Ik heb hier achter me hier de tops. Ik zit nu precies op de 100. En de broeken en rokken waar ik over heb. Nou, mijn trouwjurk en Sarah de bruidsmeisjurk, die heb ik dan niet meegerekend. Jurkjes, shorts, ja, dat is echt heel weinig. En jasjes is ook nog echt heel weinig. Ik heb natuurlijk een paar jassen op de kapstok beneden hangen. Die heb ik dan niet meegeteld. Maar als ik kijk wat ik dan weg heb gedaan, hoe weinig ik nog uit moet zoeken, vind ik dat die 100 toch aardig in de buurt komt. Deze stapels en die, dat gaat weg. En alleen dit stapeltje, dat moet ik nog uitzoeken. Dus dan kom ik toch aardig in de buurt van die 100. Ik tel zo nog even verder, ben ik benieuwd op waar ik uitkom. En dan tel ik ook even de jasjes van beneden snel mee. Dat zijn er maar een paar, dus dat valt wel mee. En het voelt eigenlijk wel lekker. Dan dadelijk een nieuwe start maken in de kast. Ik ga dit allemaal verkopen dadelijk. En dan gewoon nieuwe dingen kopen. Gewoon even een flinke frisse wind door de kast. Heerlijk. Gelijk de rest even uitgezocht. En in totaal alle jassen erbij. Ik heb alles even nagekeken. Kom ik op 154 stuks. Dat vind ik best wel netjes. Ik had eigenlijk verwacht dat ik meer zou houden. Dus ik ben daar best wel tevreden over. En nu ga ik het bed leegruimen. Dat moet natuurlijk allemaal weg. Dat gaat ook nog wel heel wat werk zijn. En dan kan ik opnieuw gaan beginnen in mijn kast. En dat vind ik echt lekker. Ik heb daar echt gewoon zin in. Een fris begin van het jaar eigenlijk. Het is ondertussen alweer laat in de avond. En ik zit weer foto's uit te zoeken. Vanmiddag trouwens echt al heel veel dingen te koop aangeboden. Dus dat is echt super. En morgen ga ik daarmee verder. En ik wil nog wat meer dingen uitzoeken als het lukt. Nu dan die foto's uitzoeken. En ik ging net even kijken, ik denk als ik alles selecteer, kijken hoeveel foto's ik nog uit moet zoeken. En dat zijn er 42.798. Dus ik ben nog wel even zoet. Ik hoop echt dat het me binnenkort gaat lukken, want ik vind het wel heel fijn als dat allemaal dadelijk klaar is, allemaal gebackupt is, helemaal goed. Dus, maar dat gaat nog wel even werk zijn. Goedemorgen, het is dinsdagochtend en ik heb al best wel veel dingetjes gedaan vanochtend. Ik ben heel erg druk bezig met de kleding van gisteren. Ik heb ook nog even de badkleding uitgezocht daarnet, maar ik was eigenlijk vergeten de camera erbij te pakken. Dus daar ga ik zo wel even mee verder, alles plaatsen. Nu even rustig een theetje, want ik was eigenlijk niet zo wakker, dus Even beter wakker worden en dan weer verder. En dadelijk Sarah ophalen, die eet tussenmiddag vandaag thuis. Ik heb geen overblijf. Dus dat vind ik ook wel even gezellig. Even tijd samen, gewoon rustig. En dan ga ik daarna weer verder. En ik ben weer gezellig samen met deze kleine dame.
even samen lunchen. En een colbert. Je hebt een mooie colbert. Met een crop top. Ja. En cold shoulders. En een high-waisted, hoe zeg jij het altijd? High-waisted ginny jeans. Een high-waisted ginny jeans. Net had ik alleen maar mijn mond. En een pindakaasmond. Ach nee. Even snel eten en nog even snel samen zijn. Gewoon even kietelen. En dan gaat Sarah weer naar school. En dan ga ik weer verder met al die kleding. Ik heb Sarah weer uit school gehad. Ik ben de hele tijd nog bezig geweest met die kleding. En we gaan naar oma Heidi. Ja, Sarah heeft natuurlijk in de vorige vlog, geloof ik, ging ze wat voor oma maken. Dus dat gaan we even geven en even een bakje doen. Dan kan ze ook spelen nog even daar. En dan gaan we weer naar huis, want dan moeten we natuurlijk weer eten. Want heb ik het? Is gewoon weer school. Putty. Ja, je hebt slijm. Putty. Ik ben zo fan van slijm. Maar goed. Oh, het is hier zo'n drama met de auto. Er zitten hier zoveel scholen bij elkaar. Je kan hier bijna niet rijden. Mama, het is Putty. Putty, ja, Putty. Oké. Zie je, het is zo vervelend. Tussen alle auto's en mensen. Bijvoorbeeld bij school. Ik had op de overblijf van heel veel Putty gekregen. Van een meisje. Die ik ken, die op turnen zit en die heel goed is in alles op het kunnen doen. Ja, zij is wel heel goed in turnen al, hè? Ja. Het is alweer laat. Eigenlijk niet meer gefilmd volgens mij nadat we bij mijn ouders zijn geweest. We waren ook een beetje laat terug, dus snel koken, Sarah naar bed. En we hebben hier, vooral Marco heeft zakelijke administratie gedaan. En ik was weer verder aan het gaan op mijn laptop, dus dat was ook niet echt heel erg boeiend. Dus ik ga nu naar bed, ik ga me klaarmaken en ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen, het is woensdagochtend en ik ben op beeld, zie ik. Kijken of dit blijft hangen zo. We hebben eerst de afspraak voor Sarah. Nog voor de hand even. En daarna gaat ze naar school. En dan ga ik nog even boodschappen doen. Ik moet ook nog even een cadeautje halen. Dus even opschieten. Voor wie ga je een cadeautje dan halen? Voor Natanja. En daarna Sarah eigenlijk alweer ophalen. Want die heeft ook ballet vandaag. Dus het wordt vandaag een haastdag. Dus hopen dat ik ook nog even met de kleding kan verder gaan. Dat het lukt. En anders wordt dat morgen weer. Ik ben al een heel eind op weg. Ik wil het heel erg graag afkrijgen. Dus dat gaan we proberen. Zo, ik heb Sarah opgehaald uit school. Die is hier aan het eten. Ik heb een thermoskan gemaakt. Ik neem altijd een ballet een thermoskan thee mee. Dat is altijd heel lekker. We zitten met een paar moeders. We mogen natuurlijk niet de les altijd in. Zeker, hè? Ik neem het gezellig. Ik ga laten zien wat heel erg leuk is. Oh, je moet het door eten. Mag ik dat zo gaan zien? Ja, ja, Sarah heeft een chocoladeyoghurt zelf gemaakt. Dus dat is heel erg lekker. Ga even zitten, ga even lekker eten. En ga ik ook nog even snel een boterhammetje eten en dan naar ballet. En we zitten weer in de auto onderweg naar ballet. Snel gegeten en we konden eigenlijk alweer de deur uit. Want ik zit nu in de auto en ik ga naar ballet. Ja, en het is altijd echt haasten en vliegen. Dus dat nu eerst. Maar ik ben mijn thee in ieder geval niet vergeten. Dat was ik bijna. Had ik hem laten staan, dat heb ik wel eens vaker. Dan maak ik hem en dan laat ik hem heel vrolijk op het aanrecht staan. Is die dan nog wel heel heet als ik thuis kom. Maar heb ik niet zoveel aan de ballet. Dus dat is vandaag goed gegaan. En dadelijk thuis... Even kijken waar we nog tijd voor hebben. Maar vandaag zit nogal strak vol gepland. Kennen jullie dit? Dat is van baby Borne, hè? Ja. Borne zit ook nog in de auto. Dat is wel heel leuk. Dat is zo'n baddoek voor baby Born. Dus als je dan je baby Born in bad hebt gedaan, kan je hem ook lekker inwikkelen. Ik vind baby Born echt heel duur. Maar ik vind het wel heel leuk. Ja, want je hebt er zo verschrikkelijk veel van. Die heb ik van oma Vilja gekregen. Ja, die wilde je graag. Het was wel grappig, ik had op een gegeven moment geen pop meer. Behalve baby Born, want die wilde ik toen ik klein was zo verschrikkelijk graag. En ik had toen ook wel veel poppen, maar nooit baby Born. Dus ik had zoiets, ja, als ze die wil, vind ik het zo zielig om dan te zeggen dat ze die dan niet mag. Omdat ik hem natuurlijk ook altijd zo graag wilde. Ja, dan kan mama natuurlijk met me mee om een keertje spelen met baby Born.
Ja, dan kan ik ook mijn babyborn nog spelen. Maar ik heb mijn eigen babyborn hoor. Nu. Dat ben jij. Ik heb mijn real life babyborn. Maar ik ben geen echte babyborn. Nou, voor mij wel. Je huilt ook en je lacht en je sabbelt. En wat doet ze nog meer? Allemaal dat ze niet slapen. Dus ja, jij bent mijn echte babyborn. Ik kan je ook omkleden. En ik kan nog bij jou je haar doen. Al mag ik dat niet meer. Zij doet tegenwoordig altijd haar zelf. En ik mag me daar bijna nooit mee bemoeien. Behalve als ze iets wil wat er zelf echt niet lukt. Wat vaak resulteert in, hoe moet ik het zeggen, eigenaardige kapsels. Maar het is wel heel schattig, dus dat is wel heel leuk. En ondertussen zijn we er bijna, dus ik ga een keerplaats zoeken zo. En dan even beletten. Goedemiddag al, het is donderdagmiddag. Ik heb vanochtend niet gevlogd, gewoon heel veel niet boeiende dingen gedaan. En Sarah is al even uit school. We hebben net al gegeten en zo. En we hebben deze. Het... Helden in de keuken boek van de Jumbo. We hebben al een paar stickertjes. Ik zet even de camera neer. Dus die gaan we even inplakken. En dan gaan we kijken of we die kunnen sparen. Welk nummertje heb je? Weet je dat? 3-5. En dat is? Weet je dat ook? 3-5. 3-5 is 35. Goed zo. 35. Oh, eentje ervoor denk ik. Het is wel heel leuk, want ik zie heel veel YouTubers. Ja, zal ik hem eraf halen of doe je dat zelf? Ik kan even ruimte maken. Zo, geef die maar hier. Deze? Ja, en hier. Goed, eerst recht. Kijk, nu eerst even kijken. Zo. Doe maar, kom maar. Heel goed, heb je hem aangeschreven? Oké. Okay. Dit is nummer? 12. Wat is dat? Kijk, ja. Zo ziet dat hele jongetje daaruit. Oh, en we hebben een bordje met Bami. Waar moet hij? Weet je dat? Yummy. Dat is deze. Dan moeten we het bordje Bami daar heel netjes in plakken. En zo. Rustig, rustig, hij wil te snel. Hij zit nog scheef. Wacht maar even. Jij mag hem plakken als ik zeg dat hij recht is dan. Ja? Ja. Ja, ja. Heel goed. Wow, ik zag hem. Wacht, ik wil jou even iets laten zien. Oh, wat dat? Wat zie je dan? Meisje Jamila. Ik zo bedoel ik. Ik zie eentje nog verder. Ik ben het zelf al even aan het zoeken. Tada, weer dat verkeerde. Dat ik het niet bedoelde. Het gaat ook allemaal over eten wat ze lekker vinden. Dus daar kan je ook allemaal receptjes uit halen. Maar je kan ze hem straks bekijken. En dit is 9, zie je dat? 09, dan als de 0 vooraan staat, laat je hem gewoon weg. Dus dan heb je een 9. Nou, ga jij eens kijken of je die 9 ziet. 9. Zie je die? 09. Heel goed. 09. Kijk, hier staan allemaal gerechtjes wat je kan maken. Ja, dit is... Wow, yum, ja. Kijk, altijd eet ik het zo. Maar dan... Wat is dit voor nummer? 94. Ja. En dat is? 94. 4 en een 9. Ja. 4 en een 9. 94. Wil je nog helpen of moet ik hem doen helemaal? Nee. Ik? Yes. Vind je boek wel leuk? Yes, I do it. Oh, you do it. Ja.
Zo, ben je blij met je stickers? Kijk, hier kan je ook, dat is ook weer een bolo caroni. Dat is met macaroni en groenten gehakt en prei en peen, ui, bleekselderij, knoflook, tomaat, kip, kruiden en kaas. Nu kan je ook een pasta maken bijvoorbeeld. Jammer, dat is een lekkere pasta. En aangezien ik weet dat het toch al nodig is, ben ik weer zo'n moeder die al een lijstje heeft gemaakt. Dan weet ik niet of het ziet. Alle nummertjes erop. En dan de nummers die ze heeft eraf halen. Want dan kan ze gelijk ruilen. Want als je het spaart is het wel leuk als je het ook compleet krijgt. En dat is soms best wel een opgave. Dus dit gaat weer een dingetje worden. Maar... we gaan dit doen en Sarah vindt het helemaal leuk, de boek. Dus dat is top. Die zit hem nu helemaal te lezen aan tafel. Heel schattig. Sarah was net met een vriendinnetje aan het spelen. En ik met mijn vriendin, met Marcia en Vianne waren we. En die zijn nu naar huis en ik moet gaan koken. Maar dit is nu de status. Het ligt helemaal vol speelgoed. Dus even kijken of ik dat weer een beetje netjes kan krijgen tijdens het koken. Wel lachen, ze hebben het namelijk zeer gehad. Ik ben dus aan het koken en ik heb net al het speelgoed opgeruimd. Komt Sarah naar beneden? Echt, ik moet gewoon laten zien. Kom eens. Dit dus. En ik heb het heel mooi gedaan. Ik vind het ook mooi. Ik ga echt stuk. Het is echt heel erg, maar goed. Het speelgoed is wel omhoog geruimd, dus ik ben blij. En ik heb vandaag best wel veel voor elkaar gekregen weer. Dus dat is mooi. Vanavond komt mijn broertje en dan krijg ik editles verder. Dus dat is wel heel mooi. En dan kijken of ik daar weer nieuwe dingen uit kan. Moest ze lachen. Sarah zegt net, ik zie er toch wel uit als een echte koningin. Dus ik moest heel hard lachen. Ik zei, nou, ik vind het een beetje uitzien als een drag queen. Dus ze vroeg, wat is dat? Dat is ze dus nu aan het bekijken, wat een drag queen is. Wat is dat? Jongens die als meisjes zijn verkleed. Ja. Maar zo vind ik jou er een beetje uitzien nu. Maar ik ben een meisje. Ja, maar zo, je bent een meisje die verkleed is als een jongen die als een meisje verkleed is. En ik ben nu met mijn broertje, die zit hier. En ik zou natuurlijk editles krijgen. En ondertussen zijn we meer dan een uur verder en deed mijn pc natuurlijk weer niet wat hij moet doen. Dat is heel vaak het probleem. Als ik iets wil doen, dan gaat hij of updaten of hij installeert iets niet. Of... dus ja, we gaan zo nog even kijken wat er gaat lukken. En ik ben gewoon heel erg aan het bouwen nu. Ja, we gaan nu beginnen. Maar na meer dan een uur. Dus ja, let's see. Mijn broertje is naar huis. En ik ben voor nu klaar met editen. Ik ga naar bed. Ik wil nog wel even de vlog afsluiten. Leuk dat jullie gekeken hebben. Abonneer je ook even. Als je dat nog niet gedaan hebt. Dat kan hieronder of hij komt in beeld. Duimpjes vinden we top. En dan zien we jullie de volgende vlog. Doei! Oké, jongens, is hij bezig? Oké, is hij bezig met vloggen? Oké, dan gaan we zeggen: hallo! Wij zijn op mijn feestje, hè? Ja. Leuk, gezellig? Ja. Ja? Ik ben 11 jaar geworden, leuk hè?